En wat een hel was het om dit geheim te houden. Maar het is gelukt. Op een paar minuutjes na volgens mij, maar het is gelukt. En nou ja, vandaag is het moment dat we natuurlijk onze premierskandidaat bekendmaken. En jullie zien haar al staan. Sommige mensen hadden het op de bingokaart al ingevuld. Maar er gingen ook andere namen rond. Boer Harms, Jomanda. Allemaal voorbij zien komen. Maar wij zijn echt ontzettend blij en trots dat Mona en voor ons de Kamer in wil. Want Mona is ook de nummer 2 op de lijst. En de Kamer in wil. Maar ook, mocht BBB in een coalitie komen, ook bereid is om minister-president te worden, als daar om wordt gevraagd. Dus allereerst zou ik alvast even een applausje voor onze Mona willen geven, want we zijn heel blij dat zij ook terugkeert in de politiek. Ja, hi. Ik zie een heleboel bekende gezichten. Mona Keijzer. Nee, hè? Ik zeg het er toch maar even bij. De nummer 2 van de BBB. Althans, voorlopig, want natuurlijk moeten de leden daar nog mee instemmen. Maar de afgelopen maanden heb ik wel gezien hoe de BBB politiek bedrijft. Praktisch, no-nonsense, wars van politieke spelletjes. Buiten het verstikkende systeemdenken, echte oplossingen voor echte mensen zoekend. En dat heeft mij gewoon ongelooflijk goed gedaan om dat te zien. Voor mij is altijd in de politiek het volgende devies heeft mij altijd geleid. Namelijk, een mens komt tot zijn recht in relatie tot een ander. En bij de BBB heet dat naburschap. Dus daar vond ik mezelf ook al in terug. Toen vervolgens een aantal maanden geleden, het zal ergens half april geweest zijn, Caroline aan mij vroeg of ik actief wilde worden voor de BBB, was toen toch mijn antwoord nee. Je stapt na 34 jaar niet zomaar over. En ik was trouwens ook vast voornemens, en dat had ik ook al een aantal keren gezegd, om niet meer politiek actief te zijn. En toen schreef ik dat essay. Waarom faalt de overheid bijna altijd? En ik voelde gewoon het politieke vuur weer branden. Ik voelde weer hoe belangrijk ik het vind om mensen die vermalen worden te helpen. Om echte oplossingen te bedenken. Om bij te dragen aan de economie. Want we moeten het uiteindelijk allemaal hier met elkaar samen doen. En ik heb toen besloten om de stap toch maar te zetten. Om te doen waar ik energie van krijg, waar ik goed in ben en waar ik mensen ook hoop mee kan geven dat ze gezien worden. Nou, hier sta ik nu. Samen met, nou echt, ik had van tevoren natuurlijk wel gehoord wat een, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands, krachthuizen, maar dat klinkt dan toch weer stukken minder dan powerhouses. Ervaring, kennis en betrokkenheid hier om mij heen staat. En ik vind het geweldig mooi om samen met al deze mensen dat gedachtegoed weer groot te gaan maken in Nederland. Want ik ben er namelijk van overtuigd dat daar behoefte aan is. Een groot vertrouwen in mensen zelf. Dat ze in staat zijn, als je ze de ruimte en de vrijheid geeft, om invulling te geven aan hun leven. Om mensen te stimuleren, om te werken voor je brood of op een andere manier om te zien naar elkaar. Om ervoor te zorgen dat als je de aarde weliswaar gebruikt, dat je hem ook in knappe staat weer overlaat aan je kinderen. En dat gaan wij met elkaar doen. En het enige wat mij nu nog rest is afwachten wat uiteindelijk de ledenvergadering besluit. En daarna gaan we. Dank u wel.